De eerste is eruit. Running through the strange light, chasing all them green lights, throwing out the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, bitches on my phone lights, everything is so fine, little bit of sunshine. De Groenste Straat is weer op tour. Onze expeditie om stenen eruit te halen en groen erin te doen gaat verder. We zijn vandaag in Ammerzode. En dan denk je, dat is het buitengebied toch? Dus groen. Maar nee, Ammerzode is de meest betegelde woonkern van Gelderland. En dus hard hulp geboden. Stenen eruit, plantje erin. Van grijs beton naar groene oases. Zeven versteende straten strijden om de titel Groenste Straat van Gelderland. Je weet waar we voor komen, hè? Ja, voor de tuin. Ja, nou, ja, tuin. Ja, dan moeten wij er mee. Iedere week neemt ons groene deskundige klusteam een aantal tuinen onder handen. Geen tegels, maar egels. Kijk, nou, zo heeft iedereen zijn sprookje. Ja. Ja, die hele straat mag, hè? Ja, wat mij betreft wel. Samen met de bewoners... Lekker voor bij de koffie. ...zorgen ze ervoor dat de straat een groene metamorfose ondergaat. Wat is dat met grind en Ammerzode? Ik zie... Geen idee. 1, 2, 3, daar zijn we al bezig. In de groenste straat van Gelderland gaan we van grind naar groen. Maar dit is wel mooier zo, hè? De groen en de bloemen en die kleuren. Ik had dit vanmorgen niet verwacht. Jij als in de kruiwagen, ja. Goedemorgen. Ja, ik mis de bel. Ja, klopt. Maar dat klopt. Het is kloppen. Het is kloppen. Oh, het is kloppen. Ja. We wouden beginnen. Want jij hebt gezegd, de grind mag weg voor mij. Ja, toch? Precies. Ja. Het mag mooi groen worden. Juist. Je had gras, hè? Ik had gras, ja, dat klopt. Maar dat was zo moeilijk bij te houden zelf. En vandaar dat het grind was geworden. Ja. Is het leuk als de buren dan ook nog meedoen? Ja, ik had het ook gevraagd aan de buurman. En dat het een geheel ging worden. Dus ik hoop dat hij er ook in mee wil gaan. De buurman. Hey, goedemorgen. Hey, hele goedemorgen. We wouden wat steen uit komen trekken. Ja. Ja, mag het? Of niet? Ja. We gaan, als ik maar de ramen nog kan zeggen. Dat is wel heel Nederlands, hè? Ja, dat is echt Nederlands. Ja. Het is vrij rotserig, ja, zou ik zeggen. Ja. Waarom? Waarom? Nou, wij hadden best wel last van katten die graafden in de tuin. Toen heb ik allemaal zwerfkeien meegenomen. Ik denk dat is leuk. En dan vetplantjes ertussen. Ja, toen kwam dit initiatief. Ik denk, dat kan ik niet laten schieten. Maar die katten waren wel weg door die keien? Ja. Die keien misschien terug, hè? Dan. Ja, nou ja. Ja. Daar is er nog één, hè? Ja. Ook meedoen? Die doet ook mee. Samen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, heren. Nou, je weet waar we voor komen, hè? Ja, voor de tuin. Ja, nou, ja, tuin. Ja, ja, het is... Het voorgebeuren. Nee, ja. Weet je wat het is? Wat moeten wij er mee? Ja, een beetje grind eruit. En hij is op vervanging toe, zeg maar. Dus er moet eigenlijk een nieuwe in. Wij zitten meestal daar weer potten en pannen neer. En daar je en daar. Niet alleen potten. Begrijp wat ik bedoel? Ik zet mijn pannen niet weer. En we hangen weer basketjes aan. Dan is het een beetje aangekleed, zeg maar. Ja. Met de gras is te klein. Als we het morgen wegzetten, moeten wij het bijhouden. Ja, dat bedoel ik. Dus begrijp wat ik bedoel? Wij willen er eigenlijk zo weinig mogelijk werk aan hebben. Dat is, dat is het punt. Maar grind is heel veel werk, hè? Dat weet je nou ook. Ja, ja, ja. Het lijkt makkelijk. Ja, nee, maar, ja, maar gras, hè? Hebben wij ook gehad. Maar deze kleine stukje kunnen we bijna niet maaien. En dan één amos in die hoek. Zullen we eens gaan kijken wat we kunnen doen? Heel graag. We hebben experts bij, hè? Ja, tuurlijk. Kijk maar. Ja, weet je meer dan wij met de tuin. Ik hoop het. Wij denken dat we het goed doen, maar... We kunnen een bekje vatten en we kunnen erom praten. We gaan beginnen hier. Het is allemaal zo rustig aan. Komt allemaal goed vandaag. Is de Sint-Clara-straat. Wij gaan aan de slag bij Inge op nummer 46. Echte oude Belgische kinderkopjes. Henk en Adi van 48
en meneer en mevrouw Pootjes op nummer 50. En ook de hofjes in de straat, die gaan vergroend worden. Een officieel moment natuurlijk is het echte begin van het stenen eruit halen en het groen erin doen. Dat doen we met de wethouder hier. Het is ook wel nodig dat wij hier zijn in Ammerzoden, want we hebben zo'n lijstje van meest versteende gemeenten, plaatsen in Gelderland. Daar staan jullie bovenaan. Of we helemaal bovenaan staan, weet ik niet, maar ik heb begrepen dat we in de top 10 staan in elk geval. De verstening, om dat te nuanceren, zit natuurlijk vooral in de kernen, in de dorpen van onze gemeente. De hele gemeente beslaat zo'n 75 vierkante kilometer. Daarvan is het toch zeker wel 2/3 landbouwgrond. En dat betekent dat natuurlijk behoorlijk groen is in het buitengebied. Maar in de dorpen kan het beter. Ja. Daar zullen we het zeker over eens zijn. Daar staan de opdrachtgevers eigenlijk. Ja. Ja. Ze hebben er zin in. Wethouder, begin maar zou ik zeggen. Ik mag beginnen, kijk eens aan. Symbolisch. Daar gaan we. Hupsakee. Het moet er allemaal uit. Hè? Ja, dan begin maar. De wethouder, die schept zo een kruiwagentje vol. We zijn er nou toch, hè? We zijn er nou toch. Als jullie het een beetje aankleven en ik zet daar weer plantjes in en zo, ja. Dat komt allemaal weer goed, zeggen wij altijd, weet wel. Ja, maar nee, dat is het. Wij gaan gewoon dit grind er allemaal uithalen en dat vervangen we met mooie planten. Prima. Dat het kijk maar, netjes, dat is goed, netjes. Ja. Kijk maar. Komt goed. I wanna go where I'm not again. But I can't get on any plane. I know. Komt deze Gelderland bellen. Dat komt helemaal goed. Zo, hondje uitgelaten. Moet je even de hond uitlaten, dat is ook gebeuren, hè? Hier is Damien. Ja. Hij gaat het hier doen, dus zeg maar, wat is het idee? Ik hoorde dat u een strookje groen vooraan het huis wil hebben. Dan was hier die tekenspoesje, dan zeg ik. En dan kwam hier een strookje groen, hè? Eigenlijk net zoals wat de buren hebben, ja. Maar dan groen erin in plaats van gint, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Ja. En deze, dit mag ook mee, hè, deze twee buren? Er ook groen in. Ja. Nou, dan doen we dat toch? En de buurvrouw op den hoek ook. Maar ook, die is op dus, vakantie. Dus eigenlijk in de hele straat. Heel de straat. Ja. Is goed? Kan niet alles, want het is een, makkelijk gezegd, één steentje eruit, plantje erin, maar moet die plant niet veel ruimte hebben of hoe werkt het? Dat maakt nog niet zo heel veel uit. In principe als jij gewoon diep genoeg uitgraaft onder die tegels en daar gewoon de juiste grond in werkt, dan kan dat. Het is alleen wel, aangezien het een net stukje ook onder de dakgoot is, hier komt niet heel veel water bij. Dus het is juist ook weer dat je daar dan de planten op moet uitkiezen die wat goed droog kunnen staan. En eventueel dat hier, aangezien mevrouw ook met de hond aan het wandelen is, die willen nog wel eens een behoefte doen. Dus ook gewoon wat stevigere plantjes kiezen die gewoon ergens iets tegen kunnen. Hufterproof, laten we het zo maar noemen. Ja, ja. Na tegel verdwijnt in Ammerzoden. Ammerzoden is zelf enorm aan de slag gegaan. Overal wordt op dit moment gewerkt. Iedereen krijgt even een belletje. Mag ik een paar plantjes erin doen? Een paar tegels eruit. En de grotere tuinen. En we hebben nog een paar uur te gaan. Wat hebben we bij vandaag? Ja, we hebben weer van alles bij ons. Bloeiend, een haagje, wat gevelbekleding, maar ook anti-kattenplanten. Juist, want dat hoorden we daarnet. Anti-kattenplanten, graag gewenst. Want, de meneer die heeft het opgelost met een hoop steen. En hij zei, ik had een paar vetplantjes ertussen. Maar is er echt een anti-kattenplant? Ja, anti-kat, het klinkt natuurlijk heel onvriendelijk. Maar dat kun je ook op een hele leuke en een goede manier oppakken. Kijk, en als je bijvoorbeeld hier pakt, ik heb hier een tuin, dit is een citroentuin. Nou, als je doorheen wrijft, dan ruik je het al. Nou, katten vinden dit echt niet leuk, vinden het niet lekker. Dan hebben we hier de pepermunt. Hetzelfde verhaal, munt in de munt thee maken.
Je kunt hem ook in de tuin zetten, je knipt het ervan. En je kunt het ook nog eens een keer in de keuken gebruiken. Bijna alle kruiden zijn anti-kat? Nee, niet allemaal. Maar bijvoorbeeld een lavendel, wilde lavendelkant zou ook prima kunnen, zeg maar. Maar in de kruiden zijn wel de meeste keuze wat een beetje anti-kat is, zeg maar. Ja. Juist, alsjeblieft. Lekker. Zo. Pak rust twee, hè. Stap twee. Daar gaat ie, jongens. Nou. Ik dacht eerst dat er iemand begraven moest worden. Goeie grond in. Het is zomaar ineens aangeslagen. Tegels eruit, ja. Grond erin. Ja. Dat allemaal voor de dochter. Ja, en, maar ook voor het milieu en de straat. Ja? Ja, dat, ik vind het voor de beeldvorming heel belangrijk in de straat dat het wat vriendelijk en groen aankijkt. Dat geeft rust in wonen en gaat alleen maar in principe verhoogt het hele woongenot. Heb je dat altijd gehad, die visie? Want we hebben een tijd gehad, we komen eigenlijk een beetje uit dat alles steen moet zijn, want makkelijk. Ja, nee, dat heb ik al veel. Ik ben eigenlijk wel een beetje een natuurmens. Dus mij vind je ook vaak terug in de natuur. En vanuit mijn werk, ik werk bij een woningcorporatie, proberen we daar ook ons steentje in bij te dragen. Ja, net niet, zeg maar. Ons motto is een beetje van op het bedrijf dan geen tegels, maar egels. Kijk, nou, zo heeft iedereen zijn spreekje. Ja, ja, toch? Die hele straat mag, hè? Ja, wat mij betreft wel, mogen we daar ook een gat maken bij de buren. En mijn dochter heeft al toegezegd dat ze de plantjes water gaat geven. De bedoeling was tegels eruit, groen erin, hè? Waarom verdwijnt dit? Ja, deze is deze is gewoon nagenoeg op. En als ik hem weer mooi wil krijgen, moet ik hem heel fors terugsnoeien. En dan ben je zeker 2 jaar bezig voordat hij weer mooi is. En we hebben hele mooie planten bij ons. Dus in overleg met de eigenaresse mocht hij eruit. En was eigenlijk blij dat hij eruit ging. Dus ik kan hier wat rust maken, want alles groeit over het pad heen. Dus een frisse start. Wanneer is een plant op dan? Ja, wanneer is een plant op? Dus op het moment dat de vitaliteit, zoals we dan zo mooi zeggen, als hij achteruit gaat. Dus dat er wat ziektes in komen, dat hij minder blad geeft, dat hij minder bloemen geeft. En dan zeg jij verwijder het. Je kunt ook genieten van het verval, hè? Kun je ook met oude mensen. Kijk naar mij. Ik hoop dat mijn vrouw nog een beetje geniet van mij, nietwaar? Nee, maar wat je wel hebt is ook. En wij zeggen eigenlijk moet elke tuin elk jaar 5-7% nieuwe beplanting hebben. En dan hou je hem fris en hou je het dat hij er mooi uitziet. Net zoals wij onze haren laten verven, naar de kapper gaan. We doen even een lipstickje op of wat ik verwacht. Wij doen er ook iets aan om het op een gegeven moment mooi te houden. Nou, dus met planten precies hetzelfde. Op een gegeven moment moet je die lavendel eens op, huppatee eruit. En je zet er iets nieuws in. En dan heb je continu een frisse tuin. Het is plantjes erin en stenen eruit. Maar het is in Ammerzoden ook nog tonnetje erin. Wij vinden onze gemeente heel belangrijk, hè, dat we klimaatadaptief zijn. En vandaar dat wij ook gezegd hebben in het kader van dit project, in speciaal gaan we een regentonnenactie doen. Dus alle inwoners hier uit de Klarenstraat kunnen een regentonnen krijgen ze van de gemeente. Die moeten ze in de voortuin zetten. Die mogen ze dan laten branden met hetgeen zoals zij het graag willen. En het voordeel hiervan is dat we dan het hardoppervlak van het dak afgekoppeld hebben. Het regenwater komt niet meer bij het vuile water. Nou, en dat is eigenlijk wat je wil. Het hemelwater zo schoon mogelijk houden. Wat ook wel heel speciaal geweest is dat we vorig jaar in juli hebben we hier hoogwateroverlast gehad, hè, dat de Maas heel hoog was. Dan kun je echt zien dat het klimaat gaat veranderen. Ja, daar is wel de overtuiging ook ingezakt. Wij zijn daarvan overtuigd en wij gaan samen met onze inwoners en ondernemers kijken hoe we ervoor zorgen dat de overlast door die klimaatverandering zo min mogelijk is. Ja. Moet je nog veel mensen overtuigen? Want er zijn ook op van allerlei platforms klimaatskeptici die zeggen van ach kom, dat valt wel mee, schei uit. Ja, ik denk dat we, weet je, iedereen moet overtuigd worden. Hè? Maar wij hebben hier met name al veel problemen gehad met hoogwater op de Maas. Zeg maar. We hebben net voordat het hoogwater op de Maas kwam, hebben wij hier een bui van bijna 70 mm gehad. Is dat overal water op straat stond. Dus wij hoeven onze inwoners niet meer zo te overtuigen.
En dat is ook iets wat we daarom ook graag met onze inwoners willen oppakken. We zijn in Ammerzoden en dat zie je ook wel. Overal grind. Mooi grind, nieuw grind, onderhouden grind. Ik zie wel heel veel grind in jouw tuin. Ja, dat klopt. Zal ik het eruit halen, planten erin doen? Oh, heerlijk. Ja? Het ligt er al 8 jaar zo. Wat is dat met grind en Ammerzoden? Ik zie... Geen idee. 1, 2, 3. Daar zijn we al bezig met... Heeft iemand een hele goede manier? Ja, hun hebben het allemaal nieuw gedaan, een paar jaar terug. En ik ben hier 8 jaar geleden komen wonen en toen was dit er al. Ja. En ja, het is altijd het belangrijkste, de financiën, dat soort dingen. En ja, bij mij is het gewoon niet gekund. Weghalen kost niks. Dus. Nee, dat klopt. En ik heb het een keer geprobeerd. Maar, en mijn vriend ook, maar wij zijn geen tuinman. De groenste straat van Gelderland dendert voort. We halen grind eruit, stenen eruit en planten daar groen voor terug. Het is een soort van een wedstrijd, dus we hebben ook een soort van een jury. Je kunt zelf zoveel doen al met iets heel gemakkelijks. Het is niet moeilijk. Door een paar tegels eruit te halen in jouw tuin kan betekenen dat later... jouw kinderen als het ware een betere omgeving hebben om te wonen. Voor de vogels en de vlinders en de bijen. En nu komen we erachter dat we water tekort krijgen. De tuin is ook een paar graden warmer. Als het al zo simpel is door een paar tegels eruit te halen, waarom zou je het niet doen? Ik snap dat je er tegenop ziet. Dat is, want het is best wel even een werkje. Maar vraag iemand uit de buurt, iemand van groei en bloei of iemand van steenbreek. Er zijn echt mensen die je willen helpen. Graag zelfs. Ik denk dat je leven rijker wordt toch als je meer groen om je heen hebt. Nou, we hadden het over die tonnen. En die tonnen die worden ook, zoals gezegd, heel mooi gegraveerd. Inge is van 46. Jazeker. Ben je er blij mee? Jazeker, hartstikke mooi. Ja. Ja, dit zijn mijn kleinkinderen. En dit is mijn dochter. Kijk, je had je opgegeven van zo'n ton? Ja. Het was een hele leuke actie in principe. Ik zei van zeker wil ik hem, maar helemaal mooi gegraveerd, dat wist ik niet. Ja. Nou ja, dat gebeurt ook nog op professionele basis. Ja. Hoe kom je erbij? Ja, die namen, dat snap ik. Maar wat willen jullie nog meer laten zien? Ja, Inge wilde graag wat insecten. Dus ik heb een insect en een bloem en de naam inderdaad voor haar erop gebrand. Ja. Fluitje van de cent. We hebben het zo klaar. Het is wel heel snel gebeurd zo, zeg. Ja, toch? Ja. Kwartiertje werk? Ja, kwartiertje werk. Dan zit het er al. Dus. Thuis ook jullie? Ja. Steen eruit, planten erin en hier vooral grind eruit en groen erin. Onze tuincoaches, Jan-Julius en Damien, die zijn er ook weer bij. Ja, hier gaat het grind eruit. Ik zie hier een palm staan, Damien. Ja. Dat is geen echt Nederlandse plant, maar je ziet hem vaker nu. Ja, zeker. Ja, ook doordat het klimaat verandert. Wordt het steeds geschikter om dit soort planten ook in Nederland te hebben. Redden ze het in Nederland? Ja, zoals je deze heeft schade gehad. Dus we hebben nu een poging gedaan om een tweede leven te geven. En het is hopen. Maar je kan het nooit met 100% zeggen. Want hij komt hier natuurlijk niet vandaan. En voor de rest? Ja, een mooi plannetje bedenken samen met de bewoners van... Ja, maar ook voor het geheel dat we uiteindelijk alle drie de woonplekken bij elkaar mooi samen. Dat het één geheel wordt met alle drie de huizen die... Ja, het is grind verwijderen en dan is het gewoon lekker plant, hè? Ja, zeker. Dus eigenlijk een walk in the park eigenlijk vandaag. Het, ja, toch? Zeker. Ah, we kunnen altijd nog iets tegenkomen wat er na... Dat zou mooi zijn. Daar hebben we ook nog mee mogen. Ja, daarom. En toen belden ze vanochtend even aan, hè? Huppakee. Ja, zeg het. Ja. Ja, in. Je bent helemaal een mooie. Nee, wees. Ja. Nou, de bak is al klaar. Plantjes erin. Nou, prachtig. Ja, het was gewoon even aanbellen en toen dachten jullie, kom maar dan. Vooruit maar weer. Vooruit maar weer. Ja. Ja.
zelf wel eens aan gedacht om een paar tegels eruit te flopsen? Ik hou wel van groen, maar daar nooit aan gedacht. Nee, leuk gevel uit. Een beetje groen of zo vind ik wel mooi. Nou Inge, het is gebeurd, hè? Zeker. Zo. Maar dit is wel mooier zo, hè? De groen en de bloemen en die kleuren. Je hebt die palm toch willen behouden, hè? Die heeft mijn zoon opgekweekt. Ah. Dat was toch wel een palm die ik wou blijven hebben in de tuin. Jullie hebben een apart huishouden, hè? Hier achter de voordeur. Het zijn allemaal vrouwen. Daar komt toen mijn dochter terug naar huis is gekomen met de kleinkinderen. Ja. Dus we zijn gezellig met z'n vieren nu. Ja. En dat is perfect. Dus vandaar ook de tuin nu eigenlijk zo makkelijk mogelijk. Maar ja, nu heb ik heel veel handjes, dus die kunnen meewerken voor de onkruid. Zijn jullie wel van planten en groen jawel, en lekker tuintje doen? Mijn kleindochter zit op de groenschool. Dus dat is al heel fijn. Dus ze zei al wel wat die plantjes al een beetje deden. Dus ik zeg, nou, ik ben blij dat je daar ook mee kunt helpen. Dus heel fijn, ja. Ja. Dus ik kan aan oma nou vragen wat alles is, hè? Nee, nog niet. Zo, ook deze tuin is eigenlijk opgeleverd. Het is proost, familie De Visser. Proost. Proost. Juist. Proost. Super, bedankt. En hartelijk dank namens de familie De Visser. We zijn erg tevreden. Het is hartstikke leuk geworden. En Henk kan het lekker bijhouden. Het is onderhoudsvriendelijk. En het is heel leuk dat de buren meegedaan hebben. Dat we een mooi geheel hebben met onze drie huisjes. En je hebt anti-kattenplanten. Daarom, dat is ook heel belangrijk. Zo. Zo. Nou, feestkleding aangetrokken. Ik moest naar de knapper. Ah, ja, nee, daarom. Ik heb er iets van kunnen maken nog. Ja, nee, daarom. Van de tuin hebben we wel iets kunnen maken. Ja, heel mooi. Hartstikke blij mee. Het ziet er hartstikke heel mooi uit. Ja. En is het dan allemaal zo dus dat toch even de kat uit de boom kijken? Want wij merken nu gedurende de dag dat 10, 20 mensen wel meedoen. Ja, maar dat weet ik precies. Ja? Ik ken, ja, maar dat hebben wij zelf ook ik heb nou een paar gutsen meegedoen. Je doet niet altijd gelijk, begrijp wat ik bedoel. Ja. Wij zijn gewoon normaal, gewoon rustig. Even wel. Kijken. En dan zeiden dat wil ik ook wel. Wat, ja, ik vind het wel mooi. Maar, nou, ik had dit vanmorgen niet verwacht. Als ze het zien, dan denk je dan dat ze misschien meedoen, toch? Ja, ik denk van wel. Ik denk van wel. En we zijn er bijna klaar. Ja. Ja. Het zag er niet uit. En moet je kijken nou. Ja. Ja. Geloof ik bijna niet. Nee, ik ook niet. Nee. Nee, ik ook niet. Nee. Ben je tevreden een beetje? Ja, enorm. Het zag er al heel anders uit toen de eerste bakken grind er al uit ging. Toen kwamen ze natuurlijk met de vrachtwagen om de overige grind te pakken. Ja. Wat staat erin, heren Groen? Pluimhortensia's. Die bloeien de hele zomer. Lavendel, komen bijen en hommels op af. Japanse esdoorn, schoenlapper. Gaura lindheimeri, daar komen heel veel vlinders op af. Dus ik denk over 3 maanden, hij keert niet meer terug. Nee, er staat bijna een heel tuincentrum in zo. Ja, dat zit er wel in, ja. Ja. Ga je het onderhouden ook goed? Ja, zeker. Wat dacht jij? Ja, vraag het. We komen terug, hè, kijken. Ja, nou, dat mag. Ja. Lange dag geweest in Amazone. Veel tuinen aangepakt en ook veel geveltuintjes aangelegd. Al gezien? Ja, zeker. Ik heb net een rondje gelopen en dat ziet er prachtig uit. Ja, dit is eigenlijk wat jullie overal een beetje willen, hè? Ook in Amazone. Ja, in Amazone, maar ook in de rest van de gemeente. Op den duur. We gaan allerlei acties uitvoeren om daartoe te komen. Dus mooi. Zullen we klinken? Zullen we doen? Nou, ja. Op iedereen hier, we hebben allemaal hard gewerkt. Op ons veel plezier met jullie tuinen. Heel mooi dag. Onze groene veldtocht loopt. We zijn halverwege met de Groenste Straat van Gelderland. Jan Julius en Damien, dit was Amazone. Weer geslaagd, hè? Ja. Zeker. Ja. Iedereen is
heel tevreden voor wat wij hebben meegekregen. En wij zelf ook al, denk ik. Ja, het was een leuke uitdaging zo. En hier ook veel geveltuintjes. Ja, eigenlijk de basis van het hele project, tegel eruit. Die kleine aanpassingen die toch zo'n groot verschil geven. Dat geeft het hele hofje hier wel echt een veel beter aanzicht. Juist. Nou ja, volgende week dan trekken we verder. Dan zijn we in Ewijk met de Groenstestraat van Gelderland.